Vriesvesten zijn een goed alternatief voor wollen vesten in een laagje systeem als je het lekker warm wil hebben in de winter. Echter moet je een vriesvest ook goed onderhouden. Als je een vriesvest goed onderhoudt en goed wast met de juiste wasvoorschriften, kan die net wat langer meegaan en zorg je er ook voor dat je minder snel een nieuw vriesvest hoeft te kopen. Wat heb je nou nodig om je vlies goed te onderhouden? Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Je hebt een vlies nodig en een technisch wasmiddel wat de functionaliteit van je vlies niet aantast. Bij het wassen van een vlies is het belangrijk dat je hem niet op een te warme temperatuur wast. Hou een beetje 30, 40 graden aan als de maximum temperatuur. Maak gebruik van een technisch wasmiddel en stop waar mogelijk de vlies in een waszak. Op die manier voorkom je dat plastic dat afbreekt van de vlies in het milieu terechtkomt. Verder is het ook belangrijk dat je geen wasverzachter of chemische wasmiddelen gebruikt met een vlies. Dat tast de functionaliteit van je vlies aan. Bij het drogen van de vlies is het belangrijk dat je hem niet in de droogtrommel droogt. Hang hem altijd even uit, buiten aan de waslijn of binnenshuis, maar in ieder geval dat hij aan de buitenlucht rustig kan drogen. Ga ook niet strijken met een vlies, want die warmte zorgt ervoor dat de vlies kan smelten. Het kan voorkomen dat je vliesvest gaat pillen. Dit is niet het einde van de wereld, want je kan hem gewoon weer ontpillen. Daarmee zorg je ervoor dat de vlies weer net wat langer mee kan en dat hij er ook netjes uit blijft zien. Vlies is een mooi alternatief voor wol. Het is vaak gemaakt van gerecycled materiaal, wat beter is voor mens en milieu. Door je vlies goed te onderhouden, kan je er zo lang mogelijk plezier van hebben. Maar op een gegeven moment is een vlies ook op. En dan kun je hem eventueel bij ons in de beverwinkels inleveren. Wij zorgen ervoor dat er weer een mooie bestemming komt voor jouw ingeleverde vlies.